Minecraft. Hoe, oh god, ik ben de naam van de map kwijt. Hoe heet dit, dit nare oord? Dit hel- en verdoemenis planeet? Hold the house. Hold the house. Ik weet Loop. Niet... Ik weet niet waar jij spawnt. Ik denk dat je ergens buiten spawnt. Maar dat maakt niet uit. Het huisje staat klaar. Oké. Er zitten wat josties om ons heen. Even kijken hoor. Okay. Oh ja, kom. Get inside now. I'm coming. En dan moet je even de... Wat is er? Nou, de wrath of God zag ik net naar beneden komen. Oh, ja, wat heb grote gemist? Bliksem. Ooh. Ja, ik ben hier. Ja. Oké, check out. Deur dicht. Yes. Check out the chest. Ik heb hele mooie dingetjes erin gedaan. Yeah. Ja. Ach ja, we hebben honden, kan ik ook niks aan doen. Nee. En die blaffen wel eens. En vanavond zijn ze bijzonder vervelend. Ja. Nou, pak wat... niet alles pakken dan, hè? Nee. Ik pak van alles één. Oh ja, zou ik trouwens wat aantrekken? Dat heb ik ook nog niet gedaan. Schoen na. Het ziet er niet echt fantastisch uit als ik dat aan heb, hè? Ik vind het wel een schitterende lichtblauw. Ja, je hebt een prachtige moonboots aan. Kijk nou, ja. Maar goed. Goed, je weet wat het plan is? Ik wil dus naar die grot. Oh god, ja. Dat was die Enderman. Oh. Ik wil naar die grot waar ik een aantal keer ben doodgegaan. Ja. Er stond een bordje. En ik wil nou weten wat op het bordje staat. Okay. Are you ready? Ja, gaan we ondanks die enge Enderman? Ja, fuck it. Zolang we hem niet aankijken. Hoofd omlaag, net als de brugglas. Oh, doorlopen. Oh, jezus. Wat nou weer? Ja, ik had weer zo'n Mr. Dick achter me aan. Je loopt compleet de verkeerde kant op. Ja, ik ben ook helemaal versnapt hier. Dus er komt er ook nog eentje achter je. Loop in godsnaam door. Waar is mijn... heb ik een pijlen... Ja, ik heb een pijlenboog. Loop ik nou de goede kant op? Nee, je loopt nog steeds bij me vandaan. Oh, daar. Oh nee, dat is helemaal niet daar. Ja, ik word hier heel... Oh, daar. Waar ga je nou heen? Je hebt ook echt een richtingsgevoel van een... Een tuinkabouter. Oh, ja, je sprong er precies voor. Heere Jezus. Weet je, het gaat best goed. Ik ben maar één hartje kwijt. Ja, vind je het gek met je diamond. Als die happy... ga ik je nou gewoon slaan met mijn pijlenboog? Godverdomme. Zo. Oh. Nou, volg. Ik was even mijn pijlenboog geprobeerd, maar het werkte nog niet echt. Nee, het werkte bij mij ook niet. Volgens mij moet je daar ergens goed in zijn waar wij niet goed in zijn. Mm. Dat is Minecraft. We zijn nog in veel dingen niet goed. We zijn in heel veel dingen niet goed. Dat zullen andere mensen wellicht ook al hebben ontdekt dat wij nog niet zo goed zijn. Waarom denk je dat we zo schrijnend weinig views hebben? Ja, mensen geven het al op. Die denken, ah, dat wordt niks. Ja, ik geef ze groot gelijk. Ik geef ze groot gelijk. Maar houd hoop. Ik wel, ja joh. Het uploaden is... centje last. Geen centje last. Zie je de grot? En, oh. Hey, ik zie alleen mijn hele enge spinnen. Ja! Zo, hé. Hey. Die had ik toch. Oh, maar had ik dit bijna in mijn achterhoofd, of niet? Nee, dat ging best goed. Hupsakee. Zo, dat is een groot gat hier trouwens, hè? Oké. Okay. Oh, fakkels. Dat had wel handig geweest. Ja, dat wordt een probleem. Ja, dat wordt... Even kijken, wat staat hier nou? Ja, we zullen weinig kunnen zien. You went soul searching. Ik denk dat er searching moet staan. You went soul searching and found that you're a soul man. I'm a soul man. Wat een raar geluidje. Hoor je dat ook? Oh, dat is wel een beetje soul, een beat in ieder geval. Ga je me nou echt vertellen dat dit alles was waarvoor ik hierheen kwam? Ja, daar hebben we ons leven weer voor op het spel gezet. Ah, kan het niet kapot slaan. Ik zie geen flikker. Ik moet torches hebben. Damn it. Hoe kwam je... Ja, torches heb je sowieso hout nodig. Dat hebben we niet. Nee.
Dat wordt dan toch weer cheaten, vrees ik. Ja, helaas. Ik vrees dat er gecheat moet worden. Nou. Oh, gaan we Digimon. Oh. Ook altijd tikfouten. Om het anders uit te lachen over zijn tikfouten. Totjes. Hop. Oeh. Hop. Ja, niet te weinig. Ik heb er nu 2 keer 64. 2 keer 64? Volgens mij moet er meer hebben. Maar hoe dan ook, geef hem maar een paar aan mij. Wat hoor ik nou? Ja, dat weet ik niet. Of ik word aangevallen of... Eerst eens wat licht. Ah, oh, goddank. Kijk eens. Jezus, dat scheelt een berg. Oké. Wat ziet er wel interessant aan uit? Wat is dit eigenlijk? You're a soul man. Ik denk, is dat de soul sand? Wat is dat? Is dat eng? Ja, het klinkt best eng. Ik kan je helaas niet vertellen wat het doet. Ik denk dat er allemaal enge geesten naar buiten komen. Denk je ook niet? Dit is een muur waar je niet doorheen kan. Oh. Dit nou, is Bedrock. Weet je nog wel? Bedrock? Oh ja. Soulsand daarentegen is volgens mij een soort grind. Oh, dit is het dus. Dit is Soulsand. Maar zoals je ziet... Doet het helemaal niks. Het doet helemaal niks. Ik hoor nou wel ineens... hoor je het ook? Ik hoor niks. Ik hoor weer gegrom. Gewaar? Ja. Waar. Ik denk dat dat misschien nog wel hier zit. Nou, ik zweer je, je zit waar je nu zit te slaan, dan hoor ik echt zo... Hoor je dat niet? Alsof iemand op een drum aan het timmeren is. Ja, dat doe ik op dat ding. Sla eens op die dozen. Ja, nou, dat is toch niet normaal? Dat is een geluidsbox. Oh, je weet helemaal niet wat een geluidsbox is. Je ziet toch daar zo'n toontje uitkomen? Miep. Ik zie helemaal niks, nog een keer. Nou, ik zie geen... Sla er eens op. Nou. Ja. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat is dit voor mysterieus gebeuren? Oh, kool. Nee. Ja, we hebben wel kool, maar goed. Zonder hout hebben we er een flikker aan. Maar ik kan het wel bikken. Ik bik het gewoon. Tenminste, nog iets gehad zonder te cheaten. Precies. En zo moeten we er maar over denken, denk ik. Maar we zijn wel aan de andere kant van dit hokding. We zitten tussen muren, toch? Ja. En ik heb er bar weinig gevonden dan alleen die vuile klerenput. En een muziekhoekje. Nou, ik denk dat we hier toch wel moeten zijn. Jij bent nog even aan het drummen? Ja, ik kan er niks aan doen. Dat is bedrock, hè? Daar kan je niet doorheen. Nee, maar hierboven zit nog kolen. Kool. Hold the house. Ik ben dat lijstje van challenges. Lijstje van challenges ben ik ook kwijt. Dus ik weet niet zo goed wat het doel is. Ondertussen loop ik trouwens de berg op. Ja, ik ook, maar dan een andere kant op. Is dat goed? Ik zie fakkeltjes. Misschien moet je meelopen. Ik denk dat je beter mee kan lopen. Dan kom ik jouw kant uit, als ik nog weet waar je bent. Ik ben gang uit, gat uit, recht omhoog klimmen. Wat is die dude nou? Little shit. Daar, Krenk. Vale bastard. Oh, hier. Zie je... Oh, god. Ik zie nog helemaal niks. Ik wou dat je echt aan een lijntje kon doen. Werkelijk waar. Waar de fuck? Ik zie je nameplate ook niet. Jawel, ik was hier. Recht boven je. Ja, als jij hier zegt, dan weet ik toch niet... Recht boven, kijk omhoog. Oh, zo, goeiedag. Woe! Zo. Nou, waar zijn die fakkels dan? Waar kom je nou vandaan in vredesnaam? Ik ben gewoon weer netjes omhoog geklommen, wat je zei. Geklommen? Ja, geklommen. Jezus, spraakgebrek, we hebben allemaal een spraakgebrek. Ja, het is heel ernstig met ons. Dikke tongen, hier zo, dit. En daar verderop een kistje. Oh. Ik heb soms een beetje last van langzaam opbouw, geloof ik. Ja. Yeah. Please don't disturb. Oh, dus het is een graf. Ja, yeah, disturb. Someone's grave, may he rest in peace. Hey, een ding. Een, ja.
Laten we hopen dat er goede dingen in zitten. Hout, we willen hout. Wow, you defiled someone's grave. What a dick. Dick move, bro. Dick move. En zit er wat in of was het helemaal voor niks? Alleen maar bones. Alleen maar bones. Het wordt wel donker nu. Het is wel een beetje jammer. Oh. Maar daar kan ik ook wat aan doen. Meen je dat nou? Fuck it! Ik wil eerst wat vinden. Als ik een lange tijd niks vind, dan verklaar ik dit tot een boutmap. En dan stoppen we ermee. Ik weet niet waarom dat het legt dat langzame opbouwen nou aan mijn pc of... hier hebben we lava. Waar ben jij druk aan het... ik hoor je knalhard op je spatie drukken. Oh. Ik ben recht achter je. Voordat je weer opeens op me staat. Even kijken hoor. Ik ga eerst naar die hoek. Laten we het systematisch proberen. Nou, ga ik de andere kant op, is goed? Ja, ja, split up. It's a plan. Even kijken hoor. Lava. En wat vind ik bij de lava? Ja, niet zoveel. Ik vind inderdaad niet zoveel. Oeh, spawners. Spawners. Dat is een bigge spawner. Ik heb hier heel veel... Nou, misschien moet je daar fakkels omheen zetten. Misschien zijn er dan minder van die gasten. Ik denk namelijk dat dit monster spawners zijn. Iemand die zei in de comments van... Als er een varkentje zit, dan is het... Een monster spawner. Nou, dat vind ik... Nou, dan weten we dus al iets meer. Want wij dachten gewoon... Nou, er komen varkens uit. Want waarom zit er anders een varkentje? Nee, dat werd in de comments gezegd. Omdat er een varkentje zit, dan komen er alleen maar varkentjes uit. Maar we hebben verschillende maps gehad. Oh. Dat in elke spawner zo'n varkentje zit. En dan komen toch van die loeders uit. Dus ik... Nee, ik laat het nog even wat het is. Jup. Jup. Oeh, flower. Even kijken hoor. Ik heb het idee dat hier wat in zit. Jesus Christ. Oh, hello. No, get the fuck. I'm okay. Okay. I'm okay. Weer opnieuw. Ik zie allemaal inktvisjes. Hey. Ik ga dit... Zo. Mushrooms. Mushrooms. Is dat bijzonder? Ja, kunnen we eten. Maar dan moet je twee verschillende mushrooms hebben. Zo'n rood-witte en dan van die, wat is het, beige ding. Dit zijn rood-witte. Oké, nou neem ze maar mee. Bag them up! They have been bagged. Ik ben de richting even kwijt. Kan ik hierheen? Is dat weer een... ik heb wel water. Dat meertje, heb je dat meertje ook gezien? Oh, Jezus Christus. Ja, ik heb het meertje gezien. Waar die inktvissen in zwemmen. Of ben jij bij een ander meertje? Ik neem aan dat het een van de weinige meertjes is. Nee, want ik zie dus nu weer een meertje. Ik zou ook een van de weinige. Ik zei niet de enige. En waar watervallen. Oh. En plantjes. Is het nou de bedoeling dat je door heel die berg heen gaat lopen bikken? Nou, wie weet. Weet je, daar ben ik niet zo van hoor. Hey, hier heb ik wat. Ik heb hier een ding vol met schilderijen. Met schilderijen? Ja, schilderijen. Allemaal schilderijen. En ga ik even een fakkeltje. Hop. Ja. Zo. Nou, en of ik nu bij water ben, zeg. Praat niet zo hard, man. Oh, sorry. Ik leren. Ik raakte heel erg... enthousiast van, ja, ik hoor het. Ik denk, jee, ik zie wat anders dan die woestijn. Ja, weet je hoe... je wordt enthousiast omdat je water ziet. Ja,
Nou, je wordt weer blij van de kleine dingen. Mm-hmm. Nou, ik zit in dat dingetje met al de schilderijen. En dat is het ook. Het zijn alleen allemaal van die losse paintings. Ja, ook dus een flikker aan. Waar is het? Treasure! Hey, ik ben... Oh, sorry. Zo, wauw. Dat moest ik eventjes achter zetten. Ja, sorry. Ik ben nu bij een soort meertje ook. Met een chest en een bordje. Dus ik zeg, ik ga ervoor. Ja, lees het bordje maar om. Oh, dan moet ik wel zwemmen. We told you we put more Easter eggs in the map. Here they are. Wauw. Oh. Weer een Easter egg. Oké. Okay. Heel veel eieren. Yay, Easter egg. Hahaha. Dat is gewoon weer helemaal niks. Marvel. Kunnen we wat met die eieren? Kan je er niet wat van bakken? Oh. Zo, Jezus Christus, wat is er met jou, man? Ja, ik verdrink. Aangevallen. Ik heb geen eten meer. Ik heb honger. Ik ben jou vergeten porkchops te geven. Oh, nou bedankt. Ja, spijt me. Ik heb ook nog golden apples. Maar goed, als het echt heel slecht gaat, dan kan ik die zo wel bij je brengen. Godsamme. Niet echt bijster interessant, die Mountain of Dirt. Het is ook een beetje vervelend dat ik de hele tijd van die world holes heb. World holes. Ik ben nog steeds mijn eitjes aan het verzamelen. Ik heb hier... ik heb hier wat. Ah, kijk eens aan. Welcome to Mountain Stag Party. My guess is you were expecting a tree with lots of leaves. Hope you get a sapling. Wauw, ik heb hier dus een boom met maar één bosje shit erop. Ja, en dan maar hopen. Hope you get a sapling. No. Nee, meen je dat nou? Nee. Wauw, dat zuigt.